Een restaurant beginnen in coronatijd. Je moet het maar durven. Goedemiddag, welkom bij Restaurant Rotonde. Birk schrijft als culinair journalist vaak over eten en drinken. Nu start hij met zijn vriend en zwager een eigen restaurant. Het is eigenlijk altijd een droom geweest voor mij om een eigen restaurant te beginnen. Echt vroeger als heel klein kind zei ik al tegen mijn ouders van ik wil graag een restaurant waar we alles zelf maken. En dan was dan de mayonaise en de ketchup moet zelf gemaakt zijn, zeg maar. En later ben ik ook wel in de horeca gaan werken en daarna ben ik eigenlijk gaan schrijven. Ook om toch een beetje mijn werkveld te verbreden, zeg maar. En toen op een gegeven moment toch door deze twee andere jongens bedacht om te gaan een restaurant te beginnen. Bij kerst, vorig jaar. En toen aan tafel, na wat wijntjes, kwam ter sprake dat Jort, die woonde op dat moment nog in Parijs, dat die naar Nederland zou komen om een restaurant te beginnen. En toen dachten Birk en ik van we willen eigenlijk altijd met jou een restaurant beginnen. Dus die hebben we een soort van erbij geroepen en gezegd, als jij dat wil gaan doen, dan willen we het eigenlijk met jou doen. In het restaurant waar ik toen werkte, dat we alles konden gebruiken wat we wouden. Wat eigenlijk heel veel vlees ook, heel veel vis. Dus toen ik zelf een restaurant wou beginnen hier, hebben we echt besloten om een limiet op te leggen, dus lokaal. En dat lokale aspect ligt redelijk hoog. Dus we werken heel veel met tuinders uit de omgeving, met groenten uit de omgeving. En dat limiteert je in zekere zin, maar daardoor word je ook weer creatief omdat je moet koken met het aanbod wat je hebt van de tuiner. En dat is, vind ik heel gaaf. Door vooral heel veel zelf te klussen, wist het trio met een klein budget hun droom te realiseren. En corona was juist een grote motivatie. Nou, het was eigenlijk juist door corona dat we dachten, we staan stil. We werkten allemaal ook in de horeca en ik was eigenlijk de enige die op dit moment nog op dat moment een baan had waar je dus ook echt kon werken. Want we hadden een koffiezaak en daar overdag was dat gewoon open, dus kwamen mensen langs. Maar we stonden gewoon een beetje stil en dachten, ja, waarom niet nu? Want we hadden niet zoveel te verliezen. En we hadden eigenlijk stiekem ook wel een klein beetje gehoopt, / verwacht, dat het na alle vaccinaties een stuk minder heftig zou zijn. Dus toen we hoorden dat het allemaal weer opnieuw begon en dat we weer in de middag alleen maar konden gaan draaien, was het wel een klein beetje een domper. Niet geheel onverwachts, maar ja, we hadden toch verwacht dat het iets beter zou gaan na die vaccinaties, maar ja, selfie. Afwachten dus wat corona betreft. Aan het eten zal het in ieder geval niet liggen. Chips van Zeeijk, die we geduwd hebben en die komt uit Zeeland. Alsjeblieft.